We zijn weer terug op de Dijksgracht. De straat wordt heringericht en de woonboten tussen de Mariniersbrug en de Oosterdoksdoorgang worden aangesloten op een nieuw aan te leggen riool- en gasleiding. In januari waren we hier ook. Eens kijken hoe het nu gaat. Nou, wat heel fijn is, is dat we natuurlijk riolering krijgen. Ik vind dat het heel erg meevalt. Het komt ook doordat de voorman, de rijer, gewoon heel goed erop let van dat wij als bewoners dat in een goede verstandhouding doen. We zijn hier bezig met de herinrichting van de Dijksgracht. In januari waren we bezig met het maken van het rioolgemaal, pompgemaal. We zien nu al een stuk verder. Je kunt zien hier achter ons dat het deel van de bestrating al gerealiseerd is. En een stukje verderop zullen we ook even gaan kijken. Daar zijn we met de grondwerkzaamheden bezig om ervoor te zorgen dat in ieder geval de lekkages die in de kontenvoer zaten en de uitspoelingen, dat die niet meer op gaan treden, waardoor de weg ook wat langer blijft liggen. En ja, alles is een stuk mooier en beter geworden. Nou ja, we hebben zeg maar in het eerste stukje tussen de marinebrug en de klimmal hebben we enorm veel problemen gehad met kabels en leidingen. Daar lag een grote waterleiding, die is ook helaas een keer gesprongen, dus dat is ook wel ja, toch wel verrassend weer zoiets. Maar voor de rest is het zo dat we eigenlijk gewoon problemen met kabels en leidingen hebben en voor de rest is het best wel meegevallen. Het smalle gedeelte van de Dijksgracht gaan we compleet afmaken en dan worden in het najaar worden ook nog de nieuwe bomen geplant, dus in oktober. November worden de nieuwe bomen geplant en dan is de Dijksgracht compleet af. Wat ik vandaag aan het doen ben? Voorbereiding voor morgen. Morgen starten we met de rijweg. Ik maak de stoep. Stenen bijrijden voor de stratenmakers. Amsterdam netjes aan het maken. Ja, en de mannen die aan het werk zijn, die zeggen ontzettend leuk. In het water van de Dijksgracht liggen meerdere woonboten. Vroeger, toen de grachten nog werden gebruikt voor goederenvervoer, was wonen op een boot een teken van armoede. In de 20e eeuw verloren de grachten hun vervoersfunctie en pakhuizen werden omgebouwd tot appartementen. De aken en pramen waarmee die pakhuizen werden bevoorraad kregen een nieuwe functie. Mensen gingen erop wonen. In de jaren 70 was het Ramses Shaffi die op een van de woonboten aan de Dijksgracht woonde. Hoe zou je het vinden om op een boot te wonen? Ja, super. Nee, ik wil ruimte om me heen hebben. Want als je namelijk in bed ligt, dan voel je het hele bed zo bewegen. Dan word ik zeeziek. Dus dat wordt hem al niet. En het is weer tijd voor de prijsvraag. En die luidt... Wie woonde er in de jaren 70 in een woonboot op Dijksgracht? Vul op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in en maak kans op een schitterend historisch plaatje die de winnaar zelf mag kiezen uit de online beeldbank van het Stadsarchief. En de winnaar van vorige week is Sophie van Adem. Gefeliciteerd. Wilt u meer weten over de werkzaamheden of andere werkzaamheden in de stad? Kijk dan op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden en u kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.